De probleemgevallen bij de uitkering van Monikarta moeten teruggedraaid worden. Dit verklaarde vicepresident Ronnie Brunswijk gisteren aan journalisten voor de Raad van Ministers vergadering. Brunswijk vindt dat bij de gevallen waar er ongeregeldheden zijn geconstateerd, het traject opnieuw ingesteld moet worden, zodat alles volgens de regels in het systeem voorkomen. Opnieuw beginnen. Laten we kijken wie heeft rotzooi. En als ik hoor, Monikarta van mensen wordt gestort op andere mensen. Tot van de dag van vandaag is niemand gekomen met een bewijs. Ik kan me niet voorstellen, ja, wordt maar gezegd. En als je weet dat zoveel daar op zo'n rekening is gestort, dan moet je die persoon, de politie, inschakelen. Maar als je de politie niet kan inschakelen, betekent je hebt geen harde feit. Dus er wordt gezegd, hoor. Maar is toch logisch dat geld is gestort, zoveel Monikarta is gestort op iemands rekening? Moet die persoon opgepakt worden? De vicepresident zegt dat het moet blijken waarom bepaalde grote bedragen op rekeningen van mensen gestort kunnen worden. Hij verduidelijkt dat er geen bewijs geleverd wordt, terwijl het Openbaar Ministerie er is om het bewijs te leveren. Hij stelt dat het goed zal zijn als de zaak aan het licht komt.